Ja, nou willen ze weer een leeftijdsgrens instellen voor jongeren. Of ze wel of niet fastfood mogen kopen. Ja, vrienden, dat zijn dan van die momenten. Dan breek ik mijn hoofd over. Ja, 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 eerlijk is eerlijk. Dan weet ik het ook even niet meer. Want dan gaat het over gewoon de betutteling. Ja, dat woord alleen al. De betutteling van de overheid. Mag dat wel? Mag de overheid zich met jou bemoeien? En wij Nederlanders, dat weten we van elkaar. We houden daar niet van. Nee, 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 nee. Dat vinden we helemaal niks. Niemand eigenlijk mag zich met ons bemoeien. Het is koppendicht en ik maak het zelf wel uit. Dus elke keer als er een soort van die regels komen van bovenaf, dan gaan overal bij iedereen de haren overeind staan. En ik moet je eerlijk zeggen, bij mij ook vaak hoor, want ik kan er ook niet zo goed tegen. Maar nou is maar de vraag, wanneer is het betutteling en wanneer is het geen betutteling? Ja, en daar kom ik dus dan niet goed uit. Was het bijvoorbeeld bij de coronagevallen, was dat dan betutteling, al die maatregelen? Of waren die nou echt nodig? En als ze dan echt nodig zijn, is het dan geen betutteling? Weet je, ja, dat weet ik dan niet. Want toen heb ik weinig gehoord over betutteling. Ja, wel een beetje, maar niet zo erg. En roken dan bijvoorbeeld? Ja, ik bedoel, er gaan 20.000 mensen per jaar die gaan dood aan roken. Ja. Dus dan zegt zo'n Antonie van Leeuwenhoek, die bellen natuurlijk naar Den Haag. Die zeggen, jongens, kun je er niet wat aan doen? Want ze gaan hier alsmaar de pijp uit bij ons. En ja, en wat doe je dan als Den Haag? Ga je dan optreden? Doe je daar dan wat aan? Als meeroken blijkt fout te zijn, ja, moet het dan verboden worden in openbare ruimtes? Ja, ja, ja. En is dat dan betutteling? Ja, vrienden, ik kom daar heel, heel slecht uit. Want stel nou dat er een ravijn is waar mensen constant maar inrennen. Waarvan je dan weet, als je daar inrent, dan ben je er geweest. Dus wat, dan ga je die mensen toch waarschuwen? Dan ga je toch zeggen van, doe dat nou niet. Hou daar nou mee op met in dat ravijn te rennen. Ja, en is dat dan betutteling? Of ga je dan, als je dan genoeg gewaarschuwd hebt en het blijft toch doorgaan, ga je daar dan een hek neerzetten. He, zodat mensen niet meer dat ravijn in kunnen rennen. Ja, maar en is dat dan betutteling? Vrienden, dat bedoel ik. Daar breek ik dan, ja. Daar breek ik mijn hoofd over. En nu met dat voedsel, hetzelfde. Ja. Wat, ja. Moet je dat die kinderen verbieden? Mogen ze geen patatje eten, wel een patatje eten? Maken mensen dat zelf wel uit? Gaat dat overheid überhaupt wat aan? Of mensen wel of niet naar de McDonald's gaan of zoek het uit? En als je zin hebt in een ijsje, neem je een ijsje. Als je zin hebt in een patat, neem je een patat. En dat is niet altijd goed, dat weten we ook wel. Maar ja, dat is het dan. Maar hoe komt het? Dat vroeg ik me af terwijl ik mijn hoofd aan het breken was. En toen dacht ik bij mezelf, is het gewoon niet zo? Dat de vraag is, waar zijn die ouders van nu? Ja, dat is hem gewoon. Ja, want als de ouders van nu opstaan en als de ouders gewoon doen wat ouders moeten doen, dat is namelijk opvoeden, dan heb je de overheid niet nodig.